Dit project is ontstaan door mijn bezoeken aan vluchtelingenwerk. Bij vluchtelingenwerk vroegen ze van, Adrie, kun jij niet eens voor fietsen zorgen? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat was gelijk een aanslag op de begroting van de PCI. Dus ik ben op zoek gegaan naar mensen die eventueel zouden kunnen helpen. En daar ben ik John tegengekomen bij de voedselbank. En heb ik aan hem gevraagd van, zou jij niet eens voor ons fietsen kunnen maken? Want ik had al eens gezien dat hij aan het fietsen maken was. Nou, zei van, nou, dat wil ik wel. Want John, nou ja, die kijkt overal. En die zag dat er bij de werf nou heel veel fietsen stonden. Nou, daarmee ben ik naar de wethouder gegaan. Heb ik gevraagd van, mogen wij jullie fietsen hebben? Nou, toen kwam van het een kwam het ander. Wij kregen fietsen. En John, die was druk bezig in zijn appartement fietsen aan het maken. Nou, dat kon eigenlijk ook niet. De gemeente Westervoort, nou, die was heel welwillend. En die heeft de ruimte van het scoutinggebouw ter beschikking gesteld om er fietsen te maken. Dus mensen die in het WMO-traject zitten, zeg maar de minima, die kunnen één keer per drie jaar bij ons een nieuwe fiets komen halen. En die wordt dan betaald vanuit het WMO-potje. Als kinderen met elkaar spelen, dan is met de fiets op straat. En dat is ook gewoon goed voor de integratie. Vooral als je de kinderen hebt van statushouders. Dat is toch wat we allemaal willen. We hebben natuurlijk, ik lijk wel een personeelschef, we hebben hier een verloop met aspirant fietsenmakers. We hebben hier twee Eritrese jongens gehad. En die hebben het vak fietsenmaken hier ook wel geleerd. Ze zijn heel anders terechtgekomen. En ja, ze hebben gewoon een fijn jaar hier gehad. En ze hebben natuurlijk ook Nederlands geleerd. Want als je het woord kettingkast leert, nou dan ben je al heel ver, hè. We hebben vanuit het Deltahuis, daar hebben we een groep mensen die een ja, toch een niet aangeboren verstandelijke beperking hebben door hetzij een ongeluk, hetzij door een TIA of zo, maar die toch weer wat willen gaan betekenen op de arbeidsmarkt. Die slopen twee fietsen per week. En ik weet niet of je daar achter gezien hebt wat er staat aan voorraad. En die sorteren alles netjes, zodat alles weer gebruikt kan worden. Want we gooien bijna niks weg. We zijn echt puur voor de recycling. Zelfs de binnenbanden worden gebruikt door een kunstenaar. Het project is mensen helpen, maar ook verbinding maken. Want de mensen die hier komen werken, die hebben allemaal een rugzakje. Mensen die vanuit het GGZ-loket hier aan het werk gekomen zijn. En die kom je dan nog tegen en die zijn je dankbaar dat ze hier hebben mogen werken, dat ze iets hebben kunnen doen. Dat ze de tijd nuttig hebben kunnen besteden. En toch weer in het arbeidsproces gekomen zijn. Het is een opstandingsverhaal. Dat vind ik gewoon mooi. Mensen die echt helemaal in de contramine zaten. Ze hebben altijd maar thuis gezeten en niks gedaan. Ze voelden zich nutteloos. En dan toch komen ze hier. Ik ben weer nuttig. Ik hoor erbij. Ik vind het gewoon fantastisch als mensen geholpen kunnen worden met die fiets. Dat ze naar het werk kunnen. Dat ze naar een inburgeringscursus kunnen. En ja, ik probeer toch het evangelie handen en voeten te geven. En bij mij hebben ze ook nog wielen. Het in beweging brengen van mensen. Dat vind ik gewoon mooi. En nou ja, dat wil Jezus ook. Dat je in beweging komt en doet voor de ander. Doe het voor je medemens. Doe het niet voor jezelf, maar doe het voor de ander.